ons het gepraat oor 2018. Is daar 'n paar dinge wat ons altyd wil verander in 'n nuwe jaar. En die nuwe goed wat ons verander, is baie keer goed wat ons net altyd byvoeg. Maar daar's dalk net hierdie een ding wat verander word in ons lewe, wat 'n verskil kan maak vir ons pad vorentoe vir 2018. En ons gaan vandag praat oor hierdie een ding wat verander word, is jou gedagtes. Hoe belangrik dit is om gedagtes wat verander word. Nou so, as jy die Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Spreuke 23 vers 7. Spreuke 23 vers 7, wat die volgende sê. En dan gaan we eerst weer in die Engels lees, en dit is een baie bekende tekst, hy sê, "For as he thinks in his heart, so is he." Dan gaan we weer weer lees, dit is net een bekende sin, "For as he thinks in his heart, so is he." En dan op die kant sê die, "Want soos hy in sy siel bereken, so is hy." Nou, jy het al baie die tekst gelees en gehoor, en dan is dit kom en, jy weet, dit is nie, dit sit nie so in, so dat dit kom en stel is, om te sit nie. Nou, hoe ons in ons harte, in ons lewens dink, in ons gedagtes dink, is dit wat waarskynlik ons lewens oorheer. Nou net so 'n dingetjie. As jy in jou gedagtes dink, ek kan nie, wat kan jy doen? Jy kan nie. As jy in jou gedagtes glo, jy's 'n slagoffer, wat kan jy wees? 'n Slagoffer. Maar as jy in jou gedagtes dink dat jy kan, wat kan jy dan doen? Hoe heel waarskynlik. Jy kan. Nou as jy dink God is vir jou en by jou en sy krag wat is deel van jou lewe, wat kan gebeur? Dit kan so wees. Nou kom ons doen net gou oefening hier. Nou voordat ons dan gaan in die woord. Is dit 'n skaal van 1 tot 10? Waar gaan jy jouself sit met bekommernis, worries? Denk een beetje gaan. Wees jy eerlijk met jezelf. Negatief tussen 1 en 10. Waar gaan jy jezelf sit? Wereld, kom soos die wereld op en toe jy en te dink en te reageer. Tussen 1 en 10, waar gaan jy jezelf sit? Kom, ons gaan dit in teenoorgestelde. Vrede, tussen 1 en 10, waar gaan jy jouself sit, dat jy vrede ervaar? Positief te wees, waar sit op die skaal, is jy, is dit 1 en 10, positief te wees? Ek kan sien die rood, kom so uit. Om goddelik, ewig te wees, waar sal jy jouself sit, tussen 1 en 10? Nou kyk net die blank staan. Nou weet ek, ons is in die moeilike. Maar dit is die realiteit waar ons onsself bevind. En kom ons wees baie eerlik met mekaar. Ons is nie baie naby aan nommer 10 nie. Want jy sien, jou lewe sal altyd beweeg in die rigting van jou sterkste gedagte. Ons weet ons is in die moeilikheid, want ons skaal is nie baie hoog nie. Ons is negatief, ons is bekommerd, ons is wêreld, want ons weet dat hier in ons kultuur nou 'n uitroep is, dat ons moet bekommerd moet wees, dat ons baie keer negatief moet wees, en is, want daar is soveel goed wat ons lewens doen, en dat ons aan goed vashou, nie God nie.
hoe maak een mens dan nou dat de mensen gedagtes moet verander, want dit sal moet verander dat ons die een ding kan verander vir die toekomst. So wat sal ons moet doen? En ek het goeie goed gaan gebeur. Wat ek denk, hoe ons ons gedagtes kan verander. En dit is die een, is om negatieve gedagtes vervangen te doen. Het is nie om die spookie ding wat ek nou weer sê nie, maar ons dink baie keer nie. Het is een praktische realiteit waarvan die Bybel met ons praat. Ek lees geveel 2 Korintiërs 10 vers 25 sê, want die wapens van ons stryd, want ons allemaal is in die stryd, is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werk. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Nou, gou hierso. Daai woord kragtig in oorspronklike taal kenos beteken dinamis. Kragtig. Is ons dinamiet weer. Sê ons wapen van die strijd is krachtig. Om wat neer te werk, die oorspronklike taal waar soos beteken om soos een gevangene vastgevang te wees in misleiding. Hy sê, die misleidende, die gevangeneskap van misleiding moet krachtig die krachtige wapens neergewerk word, so dat daar vir my veel oorwinning kan wees. Nou net een interessante, wat word die duivel genoem? Die vader van die lees. En hoekom? Is makkeliker om een negatieve gedachte in jou leven in te sit, en jy sal dit groot bloed. Weet jy wat? Statistiek bewys dat ons groeiende die meer negatieve, valslike goed, en wat ons die waarheid groei. Dis ook om sociale media's so vol is van volknies. En het vinnige verspreid, wat ons groeiende die onwaarheid is, wat ons die waarheid groei. Dus, moet ek op een plek kom, dat ek baardelik waar, dit wat ek voel misleidend is in my leven, verwerk en die waarheid sal aanneem. So ek moet op een plek kom waar ek sal sê, my negatieve gedagtes, my negatieve goed, ok, dat ek net myself in die rede val. Dit beteken ek net van ontkenning. Want dit is baie wat ons in die kerk in die Heere was. Belei dat dit nie bestaan nie. Nee, dit bestaan. As ek in die moeilikheid is, is ek in die moeilikheid. Ek kan dit nie wegwens nie. Maar ek moet dit wat my negatief beïnvloed gevange neem en ek moet die kragtige wapens wat God aan my gegee het, daarmee handel. Maar jy sien, ons is ons meer leid, so ek sal eker op een plek op waar ek waar ek leef asof ek nie bestaan nie, dat ek op een plek kom en dit gevangen neem en dan die deel en het deel werk sal met God so dat my gedagtes wat negatief gevangen sal geneem word so dat God met my kan werk. So ek moet dit wat negatief is nie verwerk want ons as ons het verwerk maar gaan beide ons dit maar net achter maar is ons eerder ek moet dit hanteer van die God my nie te groen is dan in die tweede punt vul jou gedagtes met geestelike Vader stop, hy die tong,
Paulus schrijft hier een tekstvers van Leiding 2, Filippense 4, vers 8 tot 10. Hij zegt: nou, hij zit in die dom. Hij kon zo makkelijk negatief wees. Hij kon zo makkelijk touw opgegooid en gesê, ach, wat, hoe kom dit aan? Dit is, daar is geen nieuws daarin dat ik naar die dom zit. Ik kan toch niks doen. Schrijf je van het Filippense 4, vers 8. Vul jullie gedachten met alles wat waar, eerbaar, schoon, zuiver, lieflijk en onwaardig is. En leef volgens alles wat jullie van mij geleerd, oorgeneem, gehoor en gezien het. Dan zal die God wat vrede gee, by jullie wees. Hier is een kerk. Hier is een kerk. Heb jy achtergekom? Heb jy achtergekom dat ons leven baie keer nie volvuld is? Hoekom? Want ek leef nie waar eerbaar skoon suiwer nie. Het jy al gewonder hoekom jy ons so onrustig in jou leven is? Is omdat jy nie by jou plek is waar jy waar, eerbaar, en skoon, en suiwer, en lieflik leef, volgens waarvoor God jou geroep het. En dat jou gedagte is vuil, en oneerbaar, en nie lieflik is nie. Dis hoekom ons nie in vrede leef nie, en dis hoekom mense in die wêreld so nie vrede met hulle self het nie. Dis hoekom mense uitgaan en alle ander snaakse goed aanvang om mens te wil wees. Wat hulle nie vrede met hulle self. Nou kom Paulus en sê, wil jy vrede het? Kom met dat jou gedagte verhindering uitkom en jy sal vrede het. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek op een plek sal kom waar ek dan besluit, wat gaan ek toelaat? Wat my gedagte is gaan ek die Bijbel gebruik net as een boek van informatie? Of gaan ek die Bijbel gebruik as een boek van transformatie? En baie keer kom ons op die plek en ons is so Bijbel bewus. Ons verstaan die tekste, ons kan vir jou kwijt van voor tot achter. Maar jy kan van voor tot achter en achter ons voor tot elke tekstvers in die Bijbel quoteer. Maar as daai tekstvers nie een invloed in jou lewe het nie, beteken daai tekstvers op. So ons moet op 'n plek kom, waar ek sê, wat kan ek doen? Wat my gedagte is, jy is die een wat met die leer saam, wat toelaat, wat in jou gedagte gevoel. En ek wil daarby sê, dit is makkelijker gesê, as om te doen. En daarom, het ons God, sy leiding, in ons leven veranderd. God wil ons leid. God wil saam in ons pad staan, so dat wanneer ons in die negatieve wereld en die wereld en in die dinge wat ons soek nie hadden, kom, dit kan hanteer, soos wat ons nou, ek het in die begin gesê, ek ervaar die simboliede, nie lekker geest wat onder mense is, en ek glo dit is as gevolg van die waterkrisis en al die dinge wat mense paniekerig. Maar ons kan nie dit wegwees nie, want daar is nie water. Ons het God sy leiding om in krisis te hê die pad te staan. Want ek wil jou vat na profete, wat gegaan en gaan sit het, en gedink met sy lewe, is verwyd. En hy kon een wesenbos gaan sit, en homself jammer gekry. Weet julle wie dit? Elia. Daar gaan sit, en gesê, Here,
Nee, maar. Ik wil het niet afgaan, je bent er zo bij. Ik wil het niet meer bij. Ik kom. En waar is mijn God? God zorgt voor ons. En zijn Christus. Mijn God. Eén woord. En de woestijn onder. Waar dan niet allemaal gebouwd is geworden. Kom. God is onze manier. Als we God zijn leider en als leerling, doe dan. Zodat Hij ons zal leiden, leer in de Christus staan. En mij zal voorzien waar mij toekomt, omdat ik er kan, maar God is. En de gezond, hier is het, op ons draai voor je. Maar ik is het niet moeilijkheid. Want een pijp gebarst door bij mijn water meter. En ons heeft hier een municipaliteit gecontact en alleen uitgevoerd. En gezien dat is het probleem. Het was al donderdag. Tot vandaag toe het nog niet gekomen om het te doen. Maar in die crisis tijd, waar ik nou en die moeilijkheid, maar gelukkig heb ik dan van die pijp wat stukken is, waar ik die hoek te betalen. Loop aan de water bij die gaten waar die water meter is. En terwijl die water in de spiegel, dan moet je ergens uitdoen. Kom naar goed zijn. En hij komt weer van haar water. En mijn vriend is dan. Hoe zorg God voor het voort van water? Hoeveel te meer zal God die van mij voor jou en Christus zijn die het door als hij dat slot van die hemel voor mij geeft? Als we net op het trek op voor onze kaart en tune zal komen en ik denk dat God ons is stil. Daar moet ik altijd bewust zijn, en altijd geleerd zijn om te zeggen, ja, ik hoor wat ik voor mij wil zien, en wat natuurlijk niet wil zien, en niet te doen. Dat ik niet zo toelaat dat negatieve gedachten en opinies, wat er jou voor kan, en vandaag zit hij in ons gedachten, mensen zijn opinies, die wereldse gesproken, inspraak in mijn leven. Moet ik niet doen nog, dat het mij zal beïnvloed, maar naartoe God, mijn geloof ik niet. Maar door sin, en ik me afsluit aan mij, en ik mis de strijd in die kaart, zonder water. Maar God heeft jou geplaatst, die om het uit te gaan. Mag die Heer jouw gedachten die kinderen leidt en die niet leidt. Dat doet de God niet. Want dan, aan het einde van die jaar, gaan we sterker. Ik zie ons vast door in de crisis. Maar God is ons. So, dit is mijn boodschap voor die dag. De komers bij de Heer, help mij. En mijn gedachte is. Nu mooi of ik dan zoek weer terug op die. Heer, in die kinder, wat ons een soort kak neer op dit, is ons gedachte. Wat ik vandaag hier, dat jy ons al help, om ons gedachte op een plek te krijgen voor ons, dit is wat God voor ons het stoor. Dat dit wat ons bekom en dit wat ons negatief beïnvloed. Ja, dat ons het zal vir u sal gee, gevangen sal neem met die krachtige wapens waarmee u ons toegerus het, sodat ons in tye van nood, in tye van krisis, in tye waar ons antwoorde nodig het van God, in tye waar ons lyding nodig het, dit sal kry omdat God
in beheer is van ons lewe. Help ons vertoning af die, om hierdie een ding, gedagtes, te focus op dit wat reg, eerbaar en edel is. Sê ek die baie, baie dankie in Jesus' naam. Amen.